Nu eerst het verhaal van de 30-jarige Melissa. Ik heb last van het gevoel van uitputting, van spierzwakte. Ik voel me vaak benauwd bij de minste en geringste inspanning. Ik voel me een schim van wat ik ooit was. Melissa heeft long-covid. Ze liep het op in maart 2022 toen ze als verpleegkundig stagiair werkte op de intensive care van een ziekenhuis. Het was heftig om mensen zo ziek te zien. Maar het is onderdeel van het werk. Dus je gaat die kamer op, want je behandelt elke patiënt, ongeacht wat ze hebben. Dit is niet het prijskaartje dat ik hoor te krijgen voor het helpen van mensen, nee. Ik hoop wel dat wij nu ook geholpen worden, in plaats van dat wij alleen maar andere mensen geholpen hebben. Dit is wat je kan? Ja. Een groot deel van de mensen in Nederland die long-covid heeft, heeft relatief milde klachten en herstelt daar vaak weer van. Maar voor een deel van hen, ongeveer 90.000 mensen, zijn de gevolgen enorm. Dat is helaas ook zo voor Melissa. We bezoeken haar een klein jaar later opnieuw. Ik ben nog meer achteruit gegaan. Ik ben helemaal nu bed- en banklegerig. Ik ga alleen maar achteruit en de zorgen zijn ontzettend groot. Mijn huisarts is fantastisch, die wil me heel graag helpen. Maar ook die is machteloos dat hij me overal heen wil verwijzen en niemand me aanneemt. Ja, het is bizar dat deze 90.000 ernstig zieke mensen gewoon niet geholpen worden. Dat we überhaupt niet eens door een specialist gezien worden. Terwijl we toch niet voor niks ziek thuis zitten. Dus dat is de zorg hier in Nederland voor deze categorie patiënten. Hij bestaat gewoon niet. Ik doe de deur open. Melissa krijgt nu hulp van haar huisarts, de thuiszorg, psycholoog. En een fysio komt langs voor kleine oefeningen. Maar er bestaan nog geen medicijnen of een specifieke behandeling tegen de verschijnselen van long-covid. Hoi. Alsof we inderdaad een vergeten groep zijn. Want covid is zogenaamd weg. Doet er niet meer toe, dus de wereld draait gewoon door. En wij zitten nog elke dag met de ellende van 3 jaar geleden. Ik ben te ziek om van de bank af te komen. Te ziek om mezelf aan te kleden. Ja, 2 pasjes met rechts en links. Te ziek om vaak een vriendin op bezoek te krijgen. Gewoon te ziek om te leven. En heel even blijven. En dan rustig terug. Ja. En rustig. Er is nog veel onduidelijk over long-covid.
En onderzoek is dringend nodig. Minister Kuipers zegt wel doodleuk dat we terecht kunnen in het ziekenhuis, maar dat kunnen we niet. En hij zegt wel dat de huisarts kan helpen, maar huisartsen kunnen niet helpen. Omdat we gewoon te complex ziek zijn. En er moet gewoon echt snel actie komen. Voor acute COVID kon alles heel snel geregeld worden. En voor ons is dat nu ook nodig. Zodat patiënten geen artsen treffen die niet weten wat long-COVID inhoudt. Het nog afschuiven op... We weten niet wat het is, of het zit tussen je oren, of... Je moet gewoon conditie opbouwen, want je bent gedeconditioneerd. Omdat elke dag dat we moeten wachten een dag te veel is. Zonder onderzoek is er geen kans op genezing. En Melissa wil blijven hopen op een beter leven. Me gewoon mens voelen. Gewoon zelf kunnen douchen. Een frisse neus halen buiten. Sociaal contact. Vriendinnen zien. Ja, dat maakt je verdrietig, zie ik. Ja. En ik wil eigenlijk niet huilen, want dat kost me te veel energie. Ja. Dank je wel, dappere en sterke Melissa, dat je dit verhaal met ons en met de rest van Nederland deelde. Ik spreek erover met Dielke de Haan, directeur van patiëntenorganisatie PostCovid.nl. Hartelijk welkom. Ja. Ik word er stil van. Ik heb het al twee keer gezien nu, deze reportage, maar het is ongelooflijk. Mm-hmm. U hoort dit soort verhalen waarschijnlijk vaker. Ja. Is de situatie van Melissa uitzonderlijk? Nee, ik zou willen dat het zo was, maar dat is niet zo. Er zijn ontzettend veel mensen binnen die groep 90.000 mensen met ernstige beperkingen, die er inderdaad, waar dit kenmerkend is. Dus dan heb je het over mensen die inderdaad bijvoorbeeld één keer in de week kunnen douchen, omdat het anders te zwaar is, omdat je daar 3 dagen van moet bijkomen. Ja. Dan heb je het over mensen die al een jaar lang niet buiten zijn geweest. En dan heb je het ook over mensen die zo gevoelig zijn voor prikkels, dat ze geen mensen om zich heen kunnen verdragen, zelfs hun eigen kinderen niet. Zo. Kan je het je voorstellen? Nee. Ouders die gewoon hun kinderen niet om zich heen kunnen verdragen. Nou, ik vind dat ontzettend pijnlijk en schrijnend, elke keer als we dat soort verhalen horen. En niet alleen van jonge, voorheen gezonde volwassenen, maar ook kinderen. En ook scholieren en ook studenten. Ja, het treft eigenlijk... Alle iedereen. Soorten mensen. Ja. 90.000 mensen die het dus zo ernstig hebben. En nu zegt Melissa, mijn huisarts is fantastisch, maar kan mij niet helpen. Ieder spoor naar een specialist in een ziekenhuis loopt eigenlijk dood. Ja. Horen jullie dat van meer patiënten? Ja. Ja. Ja, en dat is zo verdrietig, hè? Want je zit in zo'n situatie dat je... die volstrekt uitzichtloos is. En tegelijkertijd is er dus geen kans op dit moment op behandeling in Nederland. En dat is eigenlijk onvoorstelbaar en ook niet uit te leggen. Want wat horen patiënten dan van specialisten? Nou, heel vaak treffen zij... heel vaak worden ze al niet doorverwezen, hè? Mensen komen toch ook nog steeds behandelaren tegen die niet zo geloven in post-COVID. Of denken dat het toch nog wel met name met psychologische behandeling te behandelen is. Oké, dat het tussen de oren zit. Ja, dat komt helaas ook nog voor. Dan zijn er mensen die doorverwezen worden door de huisarts, maar waarvan de specialist dan zegt, nee, wij nemen geen mensen met post-COVID aan, want daar kunnen we toch niks mee. En dan zijn er mensen die bij een specialist uiteindelijk wel terechtkomen. En dan vervolgens iemand treffen die dus helemaal niks weet van post-COVID. En dan eigenlijk alleen naar die longen gaat kijken. En dan zegt van maar hierop kan ik niks voor u doen. Nee. Dus dat levert eigenlijk heel weinig op, inderdaad. Ja, niemand voelt zich eigenlijk eigenaar van deze ziekte.